Nieuwsgierigheid naar het gedachtegoed van Julius Gustav Arnoud Koenders, meer bekend als Papa Koenders, heeft geresulteerd in het boek Op zoek naar Papa Koenders. Mede-auteur Roy Wijks had vandaag in de universiteitsbibliotheek een presentatie en gaf aan dat jongeren nog steeds onder de indruk zijn van het gedachtegoed van Papa Koenders. Deze Surinamer staat namelijk bekend vanwege zijn voorvechtersrol om onderwijs te verzorgen in de eigen taal, namelijk het Suriname. Jongeren over Koenders. We hebben namelijk een aantal jongeren geïnterviewd, in Nederland weliswaar. Wat vroegen van wat betekent hij voor jullie? En het bracht hele bijzondere, verrassende antwoorden naar voren, ook ontroerende antwoorden. Waar het echt naar voren kwam dat hij zowel persoonlijk in hun leven, ook in hun persoonlijk maatschappelijk leven, zeg maar, werk enzovoort, dat Koenders ook nu anno 2022 een betekenis voor hen heeft, nog steeds. Dat was toch verrassend in de zin, omdat er vaak ideeën van, ja, maar de jongeren weten niks van Koenders, dus hoezo? Ze zijn met andere dingen bezig, dus dat was zo verrassend. Het waren niet gewone jongeren hoor, het waren jongeren die al met Sarantong en zo bezig waren, maar toch gaf dat aan dat ook jongeren zich ermee bezig houden, geïnteresseerd kunnen worden. Wijks koos samen met mede-auteurs Jules Reysen en André Rieder een boek te schrijven naar Papa Koenders. Omdat ze van mening waren dat het hoog tijd was om de strijd die gevoerd is door Koenders te onderzoeken en te delen met het groter publiek. Koenders kwam op tegen het koloniaal onderwijs- en cultuursysteem. Dus we deden iets wat er nog niet gedaan was. Er was nog niet een publicatie verschenen waarin dit zo onderzocht werd. Dus daarom zeiden we ook aan elkaar, het is de hoogste tijd. Dus de noodzaak vanuit, bekendmaken, mensen in contact brengen met wat hij betekent. Dat is een belangrijke, eigenlijk een pressing, urgente reden. Maar natuurlijk hadden we ook dingen als, een belangrijke ook, om zijn gedachtegoed te redden van de vergetelheid. Want op het moment dat alle mensen die we kennen doodgaan, om het even zo plastisch te zeggen, dat dreigde ook te gebeuren. En we hebben het ook gezien, want er zijn helaas in de loop van het proces, waar het zal geïnterviewd, ook mensen overleden, die hebben geïnterviewd. Gelukkig hebben ze met ons gedeeld. Dus we zeiden, hey, als we dit niet doen, gaat Koenders overgeleverd worden aan de vergetelheid. En met name de verhalen over Koenders en van mensen ook met Koenders, die hebben we meegemaakt. Soms als leerling, je kunt je voorstellen dat zijn echt oude mensen op een gegeven moment, maar ook als deelnemer als granitisch, tijdgenoten, dus we wilden hem eigenlijk ontrukken aan de dreigende vergetelheid. Het boek Op zoek naar Papa Koenders beschrijft het gedachtegoed van de Surinaamse emancipator Julius Gustav Arnoud Koenders. Het leren kennen en waarderen van de eigen Afro-Surinaamse cultuur zijn zaken waarvoor hij zich sterk maakte. Koenders zette zich ook in voor Surinaamse natievorming in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw.